Het is een van de kenmerkende elementen van de nieuwe school. De ovale loopbrug die de 6 lesgebouwen met elkaar verbindt. Vandaag niet gevuld met duizenden leerlingen, maar met duizenden bezoekers. 6 keer vond er een show plaats met dansende leerlingen, beelden van de bouw, muziek en toneel. Nou, we hebben een kleinzoon die hier nog op zit. Ja. Dus we waren nieuwsgierig hoe het hier is voor de rest. Ja. En het is de eerste keer dat u hier echt bent? Ja. Hier binnen? Ja. Mocht ik eerder naar binnen dan? Nee. Daarom? Nee, anders had ik het wel gedaan. Hoe vindt u het geworden, wat er hier allemaal neergezet is? Ja, heel mooi. Ja, groot. Maar als je binnen bent, heb je dat gevoel gelijk niet meer. Dat werd ook elke keer gezegd en dat is ook echt wel waar. Nou, wij hopen dat een van onze kleinkinderen ook hier nog naar school gaat. Dus we zeggen, wij willen ook weten hoe het werkt. We hebben het begin meegemaakt op Arkes en op de andere scholen. En nu weer deze. Dus wij willen dat ook meemaken en bekijken. En het was een overweldigend gebeuren, vond ik. Spectaculair. Leuk. Veel blije gezichten en lovende geluiden. Toch verliepen de eerste weken verre van vlekkeloos. De school moest extra toezichthouders inzetten om vechtpartijen en opstootjes tegen te gaan. En verschillende docenten gaven aan zich de eerste weken niet veilig gevoeld te hebben. En dan kampt het gebouw ook nog met wat kinderziektes. De kluisjes die zijn nog niet aangesloten. Dus we hebben wel zo'n druppel gekregen om hem open te maken. Maar als je je spullen er nu in legt, dan is er een grote kans dat je hem niet meer open krijgt en dat je spullen er dan in liggen. Dus je kunt de kluisjes eigenlijk nog niet gebruiken? Nee, eigenlijk niet. Onze school was 1 verdieping groot en dit is gelijk 4. Dat is echt heel erg bizar. Ben je al eens verdwaald of kan je het wel allemaal vinden? Ik ben wel eens verdwaald, ja. Ik kan mijn lokaal soms niet vinden. Het is moeilijk om je lokaal te vinden. Maar gelukkig hebben we een app dat je kan zien naar welk lokaal je moet. Of het echt alleen aanloopproblemen waren, die inmiddels achter de rug zijn, dat zal de komende tijd moeten blijken. Als het gaat om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van docenten, dan zegt de school inmiddels stappen te hebben gezet om dat te verbeteren. Veiligheid is nummer 1, onderwijs is nummer 2 en daarna komt de rest. En de veiligheid, durf ik te zeggen, hebben we in de eerste 2 weken hebben we er echt mee gestoeid. Hoewel 3 incidenten niet betekent dat het heel erg onveilig is. We hebben er wel naar moeten zoeken naar een weg. Hebben we inmiddels gevonden, afgelopen 2,5 week, hoeveel incidenten? 0.